Ik ook heel belangrijk vind is dat wij erkennen en weten wat ons rol is in evangelisatie. En hier komen we terug op de drijfveer of de motivatie, de redenen waarom wij goed nieuws vertellen, waarom wij met anderen delen over Gods liefde en zijn kracht. Ten eerste wil ik deze principe van Johannes 1:17 pakken. En daarin staat dat Mozes heeft de wet naar ons toe gebracht, maar Jezus heeft goedheid of genade en waarheid gebracht. Het is heel belangrijk dat wij, als wij communiceren met mensen, dat wij niet alleen waarheid naar mensen brengen, koude feiten, harde feiten, maar dat wij ook genade en dat wij liefde naar mensen brengen. En het is ook belangrijk dat wij ook niet alleen maar liefde en genade brengen, maar dat wij ook waarheid kunnen vertellen. Het is net zoals elke week, als ik op de wallen ga met mijn vrouw of met een andere christelijke vrouw, ik ga daar niet om mensen te vertellen dat ze in zonde leven en dat ze moeten bekeren. Nee, volgens mij weten mensen dat heel goed. En dat is niet mijn rol. Want kijk, de Bijbel is heel duidelijk dat God is degene die mensen oordeelt. Hij is degene die kijkt naar hun hart en kijkt naar hun omstandigheden. En het is de Heilige Geest die overtuigt ons van onze zonde. Dus mijn taak is niet per se naar de zonde van mensen te wijzen. Mijn taak is naar Jezus Christus te wijzen. Want Hij is degene die ons kan raken. En Hij verandert ons van binnen naar buiten. En daarom, onze taak is dat wij houden van mensen zoals ze zijn. Wij houden van mensen zoals ze zijn, zoals God houdt van ons zoals we zijn. Want zijn liefde verandert ons van binnen naar buiten. En daarom is het heel belangrijk te weten dat de belangrijkste drijfveer als wij gaan het evangelie delen, het goed nieuws van Jezus, is niet door angst. We moeten niet mensen alleen met verhalen van angst en dat ze bang maken, zodat ze Jezus gaan aannemen, om hem leren kennen. Maar we moeten ook niet dwang of verplichting, dat mensen doen iets omdat wij zeggen dat zij het moeten. Want eigenlijk op lange termijn ga je niet veranderd, echt veranderd worden door angst of door dwang. Maar de beste manier om echt veranderd te worden is door liefde. Kijk eens, ik heb Femke ontmoet, een Hollandse vrouw, en door haar heb ik geleerd om deze taal Nederlands, en ik kan 88 prachtige grachten zeggen. Ik heb nu een Nederlands paspoort, ik kan pizza met twee kinderen, een hond en boodschappen erop, ik kan hagelslagen op mijn brood zetten. Hoe ben ik veranderd? Ben ik veranderd door liefde. En dat is ook hoe God ons verandert, door hem te leren kennen. En we moeten begrijpen dat het is een proces. Net zoals het heeft me 1,5 jaar gekost om Femke te leren kennen en te beslissen om met haar te gaan trouwen. Zo is het ook voor ons als wij God willen leren kennen. Dat wij gaan niet alles in één keer snappen en niet een grote beslissing in één keer, maar dat het tijd neemt. En daarom is het heel goed dat wij vol met Gods liefde, ook zijn waarheid, maar ook geduld met mensen zijn. En dat wij mogen delen zijn liefde en zijn kracht.